Dit is het verhaal van de RMS Aquitania. Het schip de RMS Aquitania was van de Cunard Line en was het zussenschip van de RMS Mauritania en de RMS Lusitania. Het schip de RMS Aquitania werd gelauncht op 21 april 1913 en haar eerste reis was op 30 mei 1914. Maar het was heel erg verdrietig, maar ook echt heel erg, omdat de dag daarvoor werd het eigenlijk het schip de RMS Empress of Ireland werd toen aangevaren door een ander schip en meer dan 1000 mensen overleden toen. En dat was echt heel, heel, heel erg verdrietig. Maar uiteindelijk, tijdens de dag daarna, was het nog steeds een hele verdrietige sfeer op het schip. Uiteindelijk, na 2 reizen, werd ze door de Britse overheid eigenlijk gevraagd om in een soort van slagschip veranderd te worden. En uiteindelijk werd ze veranderd in een slagschip. Maar uiteindelijk, vlak daarna, werd ze aangevaren en ze werd veranderd in een ziekenhuisschip. En in 1915. En in 1917 werd ze veranderd in een troepenschip. En in 1919 veranderde ze weer terug in een passagiersschip. En in 1926 kreeg ze een refit. Maar uiteindelijk in 1941 werd ze weer door de Britse overheid gevraagd om weer in een troepenschip veranderd te worden. En uiteindelijk toen de oorlog voorbij was, werd ze in 1946 veranderd in een cruiseschip. En in 1950 werd ze gekocht voor de sloop. En hier, in wat je nu ziet, was haar laatste reis. Ze heeft meer dan 37 jaar als de schip gevaren en duizenden mensen vervoerd. Het was echt een prachtig schip met een hele goede geschiedenis. Ik hoop dat je de video leuk vond.